Het heeft nog behoorlijk wat voeten in de aarde gehad om ze alle twee compleet bij ons te krijgen. We hebben er echt heel veel voor moeten doen. En we hebben ze vannacht nog uitgepakt en gedaan. En, vannacht? Ja, nou ja. Ik doe meestal s'nachts andere dingen. Ja, ik ook. Ja, ja, pak je ook wat uit. Als ik mijn ogen niet dicht heb, ik wat anders. Ja, ik ook. Tot onze verbazing kregen we de Easy Washer erbij. Van een andere leverancier. Van een andere leverancier. Die hebben we rechtstreeks van de importeur, Nederland. Deze hebben we gekregen van Dr. Bike. Die zit in de Uiterwaardestraat. Ja, een retailer, dus dat is geen leverancier. Tenminste, niet de importeur, wel een leverancier. Op internet van de Aqua to Co zijn veel leveranciers te vinden. De prijzen variëren echt ontzettend. De adviesverkoopprijs is €179. Maar ik heb ze voor €189 gezien en ik heb ze voor €145 gezien. Ja. Die is een stuk goedkoper, lijkt het, in aanschaf. De goedkoopste prijs die ik van deze heb gevonden is €120. Dat is een tijdelijke actie. Die loopt tot 28 februari. Ja, we konden hem verlengen, hij was korter, hè? Ja, hij was korter. We hebben hem met onderhandelen hebben hem weten te verlengen. Als er interesse is voor deze, dan kan ik daar, of dan kunnen we daar het adres voor geven en de mogelijkheden. Kost die €120, inclusief verzenden. De Easy Wash, het apparaat zelf kost €100. Je hebt daarbij nodig, hier zit trouwens de accu bij, die zit ingebouwd. De Easy Wash is alleen het apparaat met de pomp, die kost €100. Daar heb je de losse accu bij nodig. De losse accu is tevens een lamp. Die kost €50, dus is €150. Maar de importeur biedt hem ons aan voor €100. Compleet. Alleen, dat moet dan wel via Stefan en mij, want we moeten een bulkbestelling doen. En dan bieden ze hem aan voor €100. Dat is wel een Helemaal compleet. Wat is compleet? Je krijgt bij beide 5 of 6 meter hoge drukslang. Bij deze pomp, Erik? Nee, bij alle twee, hè? Bij alle twee, ja. Je krijgt erbij, bij deze apart, de 12 volt kabel. Ja. Bij deze moet je hem aansluiten en op de accu. Maar je kan hem ook op de 12 volt van bijvoorbeeld de auto aansluiten. Nou, zou ik niet doen. Want ze vragen wel wat, hoor. De pomp is 60 watt. Dus dat... Er zit ook een 220 lader bij voor de accu. Die zit er uiteraard bij deze ook bij. Er zit ook de 220 lader bij. Je krijgt erbij de spuit. Je krijgt erbij een borstel. Bij alle twee. Bij alle twee. Het is helemaal identiek. Ja. Op de sites en in de specificatie staat dat je de borstel erbij krijgt met zeepreservoir. Je ziet het, ik zou niet weten waar ik moet laten. Is bij alle twee overigens. Er zit een draagriem bij. Dat zit bij deze dan. Die heeft geen draagriem. En er zit een douchekop bij. Een douchekop. Hè? Ja. Hè? Een douchekop. En daar worden we blij, hè? Dat willen we wel even, hoor. Verkocht. Een douchekop bij. Een 9 bar, hè? Ja. Ik kan zeggen, het veroorzaakt kaalheid. Ik werd uitgeprobeerd hier. Maar dan heb je hem al geen. Dat kun je hem dus gebruiken bijvoorbeeld als douchekop, maar ook om het plantjes water te geven of weet ik het, deze. Ben je?
Ja, de druk van de straal en de vorm van de straal is dus inderdaad, zoals Stefan laat zien, te veranderen door voorop te draaien. Waarom verandert de druk? Ik denk dat dat te maken heeft met welke straal je kiest. Nou, je kan hem ook doseren, want als ik hem zachtjes in krijg, dan doet hij dit. En als ik hem vol in krijg... En ik denk dat het er ook mee te maken heeft, je kan een brede waaier kiezen. Hè? Dat is leuk voor brandjes. Maar dat is wel goed, want dat kan wel schelen in massa. Ja, want dat is wat vettig. Ja. Is met warm water makkelijker. Ja. 45 graden is waar je mee doucht. Die temperatuur ongeveer. Nee, is warm. Maar zet ja, maar dat is krimpen. Nu? Ik ga nu betalen. Nee, nou kijk, we moeten natuurlijk wel even die hele zijn met het bedrijf. Ja, draai hem maar. Heb je die sterretje laten repareren?